En met die conclusie geef ik jullie terug naar de studio in Hilversum. Dat was de finale om het wereldkampioenschap voetbal, dames en heren. En ik zou alleen maar de boodschap willen meegeven die Maarten Sikking aan het begin van deze uitzending zei. De wereld draait gewoon door, want zo is het gewoon. De direct betrokkenen zijn in Kijkduin. Het lijkt me op zijn plaats om daar eerst heen te gaan. Jan? Ja, de teleurstelling is hier natuurlijk groot. We praten met de heer Zwikstra van de KNVB. Hoe is uw stemming? Nou, ik heb nog een beetje moeite om in de juiste stemming te komen, terwijl er toch eigenlijk reden zou zijn om bijzonder verheugd te zijn. Ik zou willen zeggen dat we tevreden zijn, maar niet voldaan. Niet voldaan omdat we toch, laten we zeggen, al vechtend ten onder zijn gegaan en er zo dichtbij zijn geweest bij dat doel wat we de laatste weken toch voor ogen hadden, de wereldkampioenschappen. Maar nu is het zo, als je terugblikt op het geheel en je zegt hoe is het gegaan, dan zeg je oké. We hebben verloren, we zijn op de meest eervolle wijze zijn we ten onder gegaan, we zijn er dichtbij geweest. Dan moet toch naar voren komen, in de eerste plaats vind ik nu het feit dat we tweede zijn geworden in deze wereldkampioenschappen. Een plaats die we toch eigenlijk nooit gedacht hadden te bereiken toen we naar Argentinië gingen. Het is, dacht ik, voor het Nederlands elftal toch een bijzonder mooie dag geworden, een bijzonder mooi wereldkampioenschap. En ik zou van deze plaats af vast een pluim willen steken op de hoede van al die spelers en al diegenen die aan dit resultaat hebben meegewerkt. En ik zou hier in deze omgeving dan beslist niet willen vergeten de vrouwen van onze spelers die al die weken alleen in grote spanning hebben gezeten. De spanning die vanavond ten top is gestegen en waardoor het zo nu al lijkt of we wat teleurgesteld zijn. Maar ik kan u verzekeren dat binnen 5 minuten dan is hier een feeststemming omdat we tweede zijn geworden bij deze bijzonder moeilijke wereldkampioenschappen. Ik kom zo nog even bij je terug over het programma van dinsdag. Corrie Rensbrink, is de teleurstelling weer een klein beetje weg? Nou, ik vind het wel erg jammer. Maar de teleurstelling, ja. Ik vind inderdaad dat ze een eervolle tweede plaats hebben gehaald. We moeten niet zeuren over teleurstelling, maar zeggen van tweede is ook goed. Ook goed, inderdaad. Het telt altijd maar een eentje natuurlijk. Maar ik vind een tweede plaats is ook inderdaad zoals ze zijn begonnen toch erg goed. En jij? Vind jij het jammer? Ja. We praten nog even met meneer Zwikstra, want er moet wat gebeuren. We zeggen nu wel tweede, maar u heeft toch een grootse huldiging in uw hoofd. Ja, er gaat heel wat gebeuren en wij hebben niet alleen een grootse huldiging in het hoofd, maar ook de regering. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit. Om 8:55 op dinsdag dan landt de machine op Schiphol. En de spelers die zullen toegesproken worden door die minister-president. In het bijzijn van de heer Wallis de Vries, de staatssecretaris van CRM. Er is dan voldoende gelegenheid voor iedereen om, die daar uiteraard toe uitgenodigd is om met de spelers te kunnen praten. Wij rekenen erop dat een groot aantal mensen naar Schiphol zal komen om het Nederlands elftal te huldigen. Wanneer we daar klaar zijn, dan vindt de tocht gaat verder. Die gaat naar het paleis Soestdijk, waar de spelers ontvangen zullen worden door de koningin. En daarna? Daarna is nog niet helemaal zeker wat we doen. Er zijn twee mogelijkheden. We gaan of direct van Soestdijk terug naar Schiphol, waar dan de auto's staan en waar iedereen dan graag naar huis wil. Maar er is ook een mogelijkheid dat we nog even een rondtour gaan maken door Amsterdam. Het zal een kleine rondtour zijn, er zal geen ontvangst in Amsterdam plaatsvinden. Omdat in het algemeen wij van mening zijn dat de spelers na deze zeer vermoeiende dagen, na deze lange afwezigheid van huis, toch het liefste in, laten we zeggen, de kring van hun gezin willen napraten over Argentinië en daarna vrolijk met vakantie kunnen gaan. Nog even kort financieel. Is de KNVB er erg veel beter van geworden? Nou, de KNVB wordt van wereldkampioenschappen nooit veel beter. Ze wordt er gelukkig ook niet slechter van. Ik heb in de kranten gelezen enorme bedragen die uitbetaald zullen worden. Ik heb het nog eens nagerekend. Ik dacht dat het allemaal echt meeviel. Er zijn mensen die rekenen, maar die rekenen verkeerd. Het is financieel natuurlijk wel een succes. Maar wat ik las dat de spelers 200.000 gulden de man zullen krijgen, dat wou ik met eenmaal de kop indrukken, dat is beslist niet waar. Hoeveel is het dan? Nou, wanneer ik het voorzichtig becijfer en dan begin ik eigenlijk al een soort koffiedik kijkerij, dan dacht ik dat we toch niet verder zouden kunnen komen. Als je dan uitgaat van 200.000 gulden is dat een klein bedrag, maar ik dacht dat het toch in feite een groot bedrag was. Ik schat het op 90.000 gulden per speler. Goed, dat zijn de wereldkampioenschappen. Wat gaan we hier vanavond nog doen? Wij blijven vanavond hier nog wat gezellig bij elkaar. Ik heb al gezegd in mijn eerste toespraakje dat we toch bij elkaar blijven om
als er nog een soort gevoel zou zijn van teleurstelling, dat moet dan binnen 5 minuten verdwenen zijn. Komt een band? Ik weet niet of de band komt. De band is wel besteld, maar ik weet niet of we de band nog laten komen. Ik dacht dat we eerst nog eens wat rustig zouden willen blijven onder het genot van een drankje en een hapje. Goed, tot zover de iets wat treurende, maar toch ook wel weer blije vrouwen van het Nederlands elftal. Die waarschijnlijk toch wel blij zijn dat dinsdag op Schiphol de mannen weer aanwezig zijn. Tot zover ook Kijkduin, terug naar de studio in Hilversum. We hebben die band natuurlijk wel. Nico Prins, Bert Visser, Eddy Christiani en Tony Eijk op de achtergrond. Dan moet ik even dit laten zien. Ik hoop dat u het eruit kunt lezen. Willy Alberti had het zich zo bedacht. Hier moet staan Nederland wereldkampioen. Maar, zei Alberti, het kan ook zo. Goed. Ik wil even gaan praten. Ik ga die zaal in en ik doe dat oor uit. Ik wil beginnen met de senior onder ons allen, Jacques. De speler die mij het meest aangesproken heeft, eigenlijk altijd al, vanwege zijn voetbalcapaciteit en vanwege zijn doorduwen, vind ik Johan Neeskens. In de Ajax-tijd was dat jouw kleine broertje. Dat klopt, ja. Wil je daarover praten? Ja, inderdaad. Ik heb Johan dus in zijn begintijd dus opgevangen bij Ajax. En zaterdags dan kwam hij bij mij dus slapen voor de wedstrijd. Dat hebben we een paar jaar dus volgehouden. En we hebben nu nog regelmatig contact.